klik en collect. Dat mag vanaf vandaag in alle winkels. Jij kwam je bestelling afhalen? Ik ga hem even pakken voor je. Bijzonder moment in het centrum van Dordrecht en heel veel andere plekken in onze regio. Want de winkels die gaan weer open. Nou ja, een beetje dan. Goedemorgen. Blije dag. Ja, zeker. Ja. Ja, het is wel wat fris, maar ja, zeker. We mogen weer soort van open. Het is nog vroeg, maar komen ze straks? Ik heb al voor vandaag wel wat bestellingjes klaarstaan. Ja, en staan ik, ze daar ja, ja, en ik ben alweer wat aan het inpakken voor later vandaag. Die worden opgehaald. Ik had net een mailtje binnen van een klant die dat nodig heeft voor een verjaardag. Dus dat komt helemaal goed vandaag, hoop ik. Eindelijk weer goed nieuws, hè? Goed nieuws, ja. Ja. Zeker weten. Ik heb een poster hangen met QR-codes. Ik heb daar verschillende producten op uitgeprint. En als je dan langs loopt, hoef je eigenlijk alleen maar met je telefoon je camera te openen. Dan kan je hem scannen. En dan kan je hem eigenlijk zo in de webshop bestellen. En 4 uur later kan je hem weer ophalen. Ja. Hoe vindt u dat? Weer een stapje, klein stapje terug naar het oude leven. Het is een heel klein perspectief wat we hebben, maar voornamelijk geeft het ons inderdaad toch die service die we ietsjes meer kunnen bieden. Toch het contact met de klanten wat we missen, dat we iets meer kunnen hebben. Maar het is een heel klein kiertje. Zeker met de 3 verdiepingen die ik hier heb, dat ik met tijdsloten hier veel beter mijn ding zou kunnen doen dan veel veiliger. Dus het is echt een klein kiertje en zeker geen vlag uit, maar biedt perspectief. Bent u blij dat het weer kan? Zeker, ja. Zeker. Ja, het is toch echt een uitje. Kijk eens. Alsjeblieft. Het is anders, maar ik vind het ook fijn dat mensen gewoon weer lekker naar de winkel kunnen komen en weer een echt praatje kan maken en gewoon gezelligheid. Ja, ben je blij dat je klant ook weer ziet? Echt ja, ziet? Ja, ja? Ja, heel erg blij. Ja, absoluut. Vind ik veel leuker. Het is net voorbij de middag en het lijkt erop dat het ietsje drukker is in het centrum dan in de afgelopen weken. Misschien wel het effect van dat click and collect. Maar wat nou als je een winkel hebt waar je heel veel verschillende spullen koopt? Hoe doe je dat? Wat het trieste is, ik ben zeg maar een fysieke marktplaats. Dus mensen hebben hier een beleving in de zin van, je ziet iets, oh dat doet me denken aan opa. Ik heb het eigenlijk niet nodig, maar ik vind het zo leuk. Krijg je voldoende hulp om het toch te doorstaan, deze fase? Nou, we zitten nog steeds te wachten op de fantastische steunmaatregelen van de regering. Niks en nog. We, ze heb ik ook echt over de hele retail, want er is nog niks. Er zou een tweede steunpakket komen en dat zou volgens mij vorige week online komen, maar nee hoor, dat is er nog allemaal niet. Dus ja, het is goed interen op dit moment. Jij wil maar één ding volgens mij, hè? Ik wil open. Bomvolle zaak. Nou, dat niet eens. Ik wil open. Dit soort bordjes, 30 mandjes. Dan kan iedereen rustig afstand houden, want ik heb een grote zaak. En in alle rust en in beleving. En dat kan. Dat kan. Ja. Dus dat is een beetje, kom op jongens, laat ons open gaan.